mensen, welkom bij een nieuwe Smash or... Ziet er goed uit, man. Smash. Smash. Ja, zouden jullie dit doen? Smash. Wie heeft deze penis getekend op mijn Smash trouwens? Link en ik hebben ongeveer 2 uurtjes in overleg. Heel goed nagedacht op de mooiste vrouwen, de mooiste figuren. Wil je trouwens niet zo trillen met je benen, hoor. Ik word er mega zenuwachtig. Hij heeft Parkinson, laat hem, oké? Daar kan hij niks aan doen. Wil je me niet oordelen? Goed. De eerste vrouw waar wij zo lang over nagedacht hebben, komt er nu aan. Een thema is de nieuwste game, de hype game. Ik weet het al. Ga je over Smash? Ik ga meteen voor Smash. Ik weet 100%. Ja, Smash! Oh, okay. Mevrouw Knoflook, we kennen haar wel. Maar, mannen, wat nou hè? Behalve dat je lerares een lekker ding is. Wat nou? Als je zelf een lekker ding kan zijn. Ja, en voor het geval je denkt, ik zie hem niet. Oh! Oh! Duidelijk. Lekker man, die was het vergeten. Is er nog een inzoom? Oh! Oh nee, maar wacht, deze is waarschijnlijk van Jade Anna of zo. Nee. Ik heb één vraag aan jullie. Hoe oud schatten jullie haar? Ik denk dat dit Wendy is. Ronald, hoe weet jij dat? Paul volg ik nog op Instagram en soms... Toevallig ook op OnlyFans? Soms schrik ik dan in één keer van zo'n kont en zit ik zo van, waarom? Oké, we gaan snel door. We gaan weer een thema. AI gegenereerd. Oh. Zou je dat smash of passen? Bruh. Duncan, we weten dat jij van de hentai bent. Dat weten we allemaal. Dus wat vind jij hiervan? Want kijk eens goed. Ja. Dit zijn geen echte vrouwen. Nee. Ze lijken allemaal op elkaar. Weet je zeker dat dit een video kan worden? Nou, ik twijfel nu heel erg, maar ik denk dat het één grote blur moet worden. Smash of pass? Ja, ik heb goed nieuws. Ik heb goed nieuws. U gaat dood. Ik denk dat met hem heel saai zal zijn in bed. Hoe is het? Ja, smash? Ja, ik smash hem wel. Ja, smash? Ja. Okay, ja. Nou, mooi, we gaan door. Wie de fuck is Lena? Wie is Lena? Smash of pass op Lena? Ja, smash. Oh nee, wacht. Of is dat die guy die zich verkleedt als chick? Ik vraag aan je Lena, smash or pass? Oké, smash. Al heeft ze een dikke lul. Nou, prima. Ik kan je zeggen, zij is de vriendin van Herman Brusselmans. Hoe oud is die chick dan? 26 of zo. Ze ziet er wel echt de helft van zijn leeftijd uit. Dat is ze ook. Minder dan de helft, ja. The Rock. The Rock. Oké, smash voor The Rock. Ja, tuurlijk. Het is gewoon smash, toch? Ja. Wij willen Rock smashen. Gewoon elkaar de steen smashen, dat wil iedereen, toch? Nee, ik pass hem. Dat is gewoon een varken. Dat zijn varkentjes. Dat zijn 3 varkens. Dat zijn varkentjes. Ja. Maar kennen jullie ook deze? Deze sexy pik. Oh ja. Oeh. Kijk die rondingen, jongens. Kijk het sneetje. Waar is de stil? Oh nee, dit vind ik hoor. Nee, deze is al bezet hoor. Volgens mij. Wil jij een broodje winnen? Gewoon dat je bent vergeten dat je pik erin hebt gestopt. Smash. Is dat deze smash? Ja, smash. Is dit een smash or pass geworden of gewoon lachen om memes? Oké, nou dan komt er nou weer een mooie vrouw aan. Dit is one man, one job! What the fuck? Oh nee, is dit die met die fucking guy die in potten komt? Ja, een cum jar. Wat? Is dat een cum jar? Ja, iedereen heeft toch een cum jar, Thijs? Nou, oké, goed. We gaan door. Wie is dit? Wat had ik hier gehoord te doen? Zo'n curve. Het is gewoon sneller, man. Doe ze normaal, Ronald. Oké, ik vind zijn muziek ook niet top, maar Ronald, kom op. Ja. Hey, jongens, kom op. Pass. Hoezo? Het is wel een knappe jongen. Ik weet niet. Gewoon, ik luister zijn muziek niet. Als Ariana Grande niet van World of Warcraft houdt, zou je er dan nog doen? Nee. Wat de hel? Nee, ik geloof het niet. Als Ariana Grande tegen jou zegt, Pascal, ik wil met je naar bed. Maar ik hou niet van World of Warcraft. Nou, dan zou jij het wel doen. Dan zou ik er één keer doen. Ja, dan hij zegt ja. Dat zou je snel ook doen. Nou, oké. Ik doe... Goed zo. Oké, nou, we gaan snel door, jongens. Volgende. Wie is dit? Kijk, ik zei het toch. Oké, deze vrouw ken je niet zonder de andere. Oh, is dit... Susanne Freek. Ja. Ik vind haar muziek verschrikkelijk. Maar? Pass. Ze heeft een mooie lach. Ik oordeel over haar lach. Nee, over haar muziek. Oh, prima lach. Ja, is een mooie lach. Daarvoor smash ik wel. Ik pass. Ja? Mooi Broer, is het normaal? Het is je collega. Ik ben gewoon... Hey! Ja joh, maar ik wil alleen smashen als ik ze beide krijg. Ja! Oké, laten we smashen dan. Oké, Susanne Freek, ja. Ben ik het wel eens?
Wil de link ertussen, ja? Smash. 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 Ja? Fall harm. Oké, okay, jongens, thanks man, thanks. Wie is dat? Oh, dat is Thierry Baudet. Wie is dat? Eerlijk? Hij is al buff. Oh. Oh, oh, kut! Oh! Oh! Wat gebeurt er? Ik doe het terug! Oh, nee, niet kijken, niet kijken, niet kijken! Huh, hij kan niet meer terug! Hij kan niet meer terug! Hoezo kan hij niet meer terug? Nou, oké. Okay. Nou. Thierry Baudet. Thierry Baudet, daar waren we. Ik vind dat echt een ik vind wow. Ik vind zijn vorm niet goed. Honky planky! Ja, ja. Is het! Hanky panky! Hanky panky! Dit is een keiharde smash voor allemaal, keiharde smash. Smash jij ook moffel? Yay! Ja, daar komt hij hoor. Maar... Biertje! Zo, ik vond die altijd zo teer lelijk, hè? Ik zie twee passes, één smash. Prinses Piertje. Ja, zou Piertje wel pieren? Piertje zou ik wel pieren. Zou jou gaan pieren? Mr. Beast. Oh, dus ik weet het al. Mr. Beast! Mijn baardje is zo oer goor, hè? Dit is echt een Mr. Beast. Mr. Beast doet ook wel goede dingen. Ja, Mr. Beast wel, maar deze piepo. Dus jij gaat nu gewoon iemand beledigen? Ja, op zijn tering lelijke baard, ja. Nou. Niet tegen Mr. Beast. Dat is verdomme net alsof hij schaar maar op zijn. Toch een mooie kerel. Ja. Als ik altijd deze uitspraak, ik kan niet wachten op de comments. Arme Mr. Beast. Oh, godverdomme. Dat... Ja, kijk, weet je, als ik nu pass doe, dan wil hij nooit bij mijn huis komen sabreren. Oh ja, ik wil sabreren. Sabreren kan je leren, jongens. Ja. Dan komt hij met een nieuw klokkie en een nieuwe wagen. Het lijkt me wel een vies peukje. Jullie zeggen toch allemaal smash, behalve Pascal. Oh, wacht, sorry, ik had nog niet gedacht. Nee, maar hij moet bij me langskomen om te sabreren. Ja, dat is wel waar. Ja, maar jij hebt al geen voorraad meer. Wat? Dat zit je ook mijn voorhuid te praten? Wat sabreren is, Pascal? Heb je zijn voorhuid gezien? Bro, denk je dat sabreren? Wil jij zijn voorhuid sabreren? En wat expose je me voor iedereen dat ik besneden ben? Gast, je hebt echt wel 10 keer in een video in Marcus al geëxposed. Heb ik dat gezegd? Nee. Ben je besneden? Ja! Hoe is dat eigenlijk? Kaal! Oh. Wie is dit? Nee, smash, want blijkbaar ontvoert hij mensen. Ja, mooi man. Mooie nek ook. Ja, ik voel mij niet, oké? Nou, om de nek zal ik hem wel smashen. Maar wat nou als je hem hebt met zijn ex? Was het nog steeds een vriendin? Want nee, ik snap die hele situatie. Ik wil nog steeds niet dat hij mij ontvoert, dus smash. Hey, sexy leggings. Dit is Joost. Ah, shit. Ja, hij weet die muur, die is daar. Ik had zo gewoon iemand zeggen voor het zijn echt mooie benen aan. Bam, Joost. Joost, wij zouden het doen. Oh ja. Emily Black. Ja, die is bezet. Ja, maakt niet uit. Als je die loopt te roeren, dan loop je Slotta te roeren. Ja, dat vind ik wel prima, joh. Al roer ik samen met Slotta. Oh? No go, ze gaan trouwen. Ja, nou en trouwen of niet, dat maakt toch niet uit? Gast, dat kan echt niet. Het is een collega, gast. Maar als hij ermee eens is dat het mag. Jij wil gewoon London Bridge, weet je wel? Gewoon ja! Ah, okay. Ja, samen met Slotta lijkt me wel ook een knappe vent, hoor. Moet je hem even een DM sturen? Misschien vindt hij dat oké. Maar ze zijn wel getrouwd, dus ik vind het een beetje ongepast. Ja, maar ik vind het bij Slotta vind ik ook een knappe gozer. Je wil met hem tongen? Nou, ik zou met ze beiden wel willen tongen. Maar is best Slotta iemand? Ze zijn... Ja, ik zou het hoor. Ze zijn verloofd. Oké, okay, monogamie vind ik goed. Goed statement. Gaan we? Nee, dit skip ik. Jij zou niet het roze koekenspel met mij willen spelen? Nee, met Slotta en Emily wel. Hier wil ik mijn eikeltje wel indrukken hoor. Waarom doe je dat niet met de makkers? Gewoon allemaal mijn roze koek. Gewoon een leuke short. Ik heb er wel eens over na zitten denken, maar Dom was het er niet meer eens. Dom kan moeilijk klaarkomen, dus die moet hem opeten. Ja, ouderdom hè. Zo ziet je pik eruit als je besneden bent. Oh, dat was hem? Ja, dat was hem. Ja, dat was hem al. Nee, klopt. Was dit het? Wat zouden jullie met het abonneerknopje doen? Smash! Smash! Abonneer!